Dag allemaal, ongelooflijk welkom hier bij dit college over muziek en het brein. Wat kan muziek doen in deze tijd van een hele hoop zorgen voor velen van ons? Dick, fantastisch dat we dit samen mogen doen met alle fantastische muzikanten. Cor, nu al aan de vleugels, top dat je er bent, man. Dick, ja, ik ben ooit bij jou gepromoveerd. Meester, ja. Leerling, eigenlijk nooit veranderd. Hè. En ik heb toch altijd goede vrienden gebleven. En goede vrienden gebleven. Maar nou, wij hebben onze basis in het Herseninstituut. Ja, ja. Ja. En nou, ik heb altijd grote, grote wonderingen met mij velen over je enorme kennis. Er zijn er maar weinig in de wereld die zoveel kennis hebben over de hersenen. En het instituut is een fantastisch instituut waar ik ook altijd zo graag... Het Walhalla eigenlijk, hè? Ja, maar het is een instituut waar iedere dag nieuws uit het onderzoek komt, maar waar we het ook belangrijk vinden om met het algemeen publiek over hersenen te praten. Leuk, Dick. Jij mag aftrappen. Ga je gang. Nou, de eerste lockdown die we hebben doorgemaakt is een lockdown van 9 maanden in de baarmoeder. En op 2/3 van de zwangerschap, 6 maanden, begint het kind te luisteren, ook naar muziek. En als de moeder, de zwangere vrouw, naar een soap kijkt, iedere dag weer, met dezelfde tune, dan onthoudt dat kind dat. Dat onthoudt het kind tot ongeveer 3 weken na de geboorte. En gelukkig verdwijnt dat geheugenspoor dan en komt de ruimte voor iets beters. Iedere moeder zingt met haar kind. En je ziet dat hier gebeuren. Maar je ziet ook dat in de rechterkant van de dia dat het moeilijk wordt als een kind te vroeg wordt geboren en op de couveuse terechtkomt. Het bijzondere daarvan is dat het kind geholpen moet worden om over zijn ademhalingsproblemen heen te komen. De longen zijn nog niet rijp. En als er voor dat kind Mozart wordt gespeeld, dan ademt hij beter, krijgt hij een betere zuurstofspanning in het bloed en hij kan sneller groeien en sneller naar huis. Wat heel bijzonder is, is dat als je Bach aanbiedt op dit moment, dat het niet werkt. Voor Bach moet je iets rijper zijn dan prematuur. Ook op de lagere school is het belangrijk dat je met muziek in aanraking komt. Muziek is belangrijk niet alleen voor het spelen van het instrument, maar ook stimuleert dat het lezen en rekenen. Maar je moet wel de goede lerares hebben. Ik had de pech dat mijn grootmoeder mijn lerares was. Ben jij dit, Dick? Dit ben ik. Oh, ja. Oh, ja. Dat zie je toch wel. Sorry. Ik had de pech dat mijn grootmoeder mijn lerares was. En zij was pianiste en toen ik leerde lopen moest ik ook leren piano spelen. En ze was nooit tevreden. Ik was de enige niet-professionele leerling van haar. En ik kan me nog de opluchting herinneren toen ze op werd genomen in een ziekenhuis. En vanaf dat moment heb ik nooit meer een piano aangeraakt. Oh, ja. Maar kinderen hebben het nu ook moeilijk, Erik. Zeker. Ja, zeker. U weet, inmiddels is het ook vanuit Nederland, de hele wereld, kinderen, ook kleine kinderen juist, die nu al hele tijd thuis zijn, die het moeilijk hebben, die angststoornissen kunnen ontwikkelen, bang zijn voor de infectie, er niet makkelijk over kunnen praten, niet altijd thuis. Anders wel met hun vriendjes en vriendinnetjes. Dat kon al nu al een hele tijd niet meer. En dat kan gevolgen hebben, op een ook langere termijn. Als u zich af zou vragen, als je nou in de hersenen kijkt, welke structuren zouden dan daar misschien wat onder te lijden kunnen hebben in de ontwikkeling bijvoorbeeld, dan geef ik u daar 1 voorbeeld van. En dat voorbeeld ziet u hier. Hier kijkt u naar de voorzijde. Hier zit uw neus, dit is frontaal. En u ziet hier die mooie gele baan lopen. En die is in principe wit van kleur overigens. En die loopt vanaf de binnenkant frontaal naar de binnenkant van uw slaapkap hier aan de zijkant. En deze structuur is er 1 van de vele. Die is beschreven eigenlijk in dat kader van juist wel met elkaar communiceren, empathie opbouwen, bouwen ook taal, begrip voor taal. Hè. De semantiek van taal is hier ook voor beschreven. Dus u begrijpt, als het daar niet goed gaat voor kinderen, en er zijn best wel extreme voorbeelden van. Ik zal u 1 zo'n voorbeeld van zo'n extreme situatie hier laten zien, uit deze studie. Hier kijkt u naar de bovenste plaatje, is een kind wat opgroeit zonder die zorgen. Dus niet in deze situatie, dus in de normale situatie, de liefdevol gezin, volop communicatie en empathie. Dit is de linker hersenhelft en dit is de rechter. En u ziet hier, dit is diezelfde baan dus weer. Dus als ik even terugknipper, dan is dus deze baan die u hier ziet, is deze baan die u hier ziet.
En u ziet, die is mooi ontwikkeld. En dit is de linker hersenhelft en dit is de rechter hersenhelft. En als u nou kijkt naar de onderste plaatje, dan gaat het hier over een kind wat dat allemaal gemist heeft. Dat niet kan communiceren, niet goed, geen vriendjes, vriendinnen, eenzaam is. Dus nogmaals, extreme situatie. Hier ziet u aan de rechter hersenhelft dat het eigenlijk heel goed gegaan is. Maar de linker hersenhelft hier, moet dus kijken naar het dunne lijntje hier. En dan ziet u eigenlijk, is dit in aandacht dus een rudimentair ontwikkeling, niet goed ontwikkeld. En waarom dan juist links? Omdat die linker hersenhelft inderdaad voor de velen van ons juist die talige hersenhelft is. Dus juist dat tegen elkaar zeggen, ik hou van jou, je bent belangrijk voor me. Wat doe je het goed? Ik ben trots op je. Dat soort dingen zijn superbelangrijk in de ontwikkeling. Dus ja, nou het blijft natuurlijk de vraag van dat hele college, kan muziek hier nou een effect op hebben? En het antwoord is, ja dat kan. Nogmaals, bedenk het wel in bescheiden mate, maar toch. Hier ziet u daar een hele mooie afbeelding over. Dit is de voorzijde, dit is de achterzijde. Maar als je een beetje één laagje dieper gaat, dan komt u hier uit. Dit is weer de achterkant, dit is de voorkant. En dan ziet u hier die baan lopen helemaal van achteren door naar voren. En u ziet hier die baan, die loopt hier door. En dit is weer die rode baan die u net heeft gezien. Dat is dit stukje. En wat blijkt nou uit een aantal studies, dat de kwaliteit van die witte stof, de kwaliteit ervan, die versterkt, die gaat omhoog als je met muziek bezig bent. Als je kunt zingen, met muziek kunt spelen, als je naar muziek luistert. Heel erg mooi dus, omdat het juist die communicatiesystemen zijn waarbij muziek zo'n fantastische rol kan spelen. Ja, nou als je het toch over de jeugd hebt en over jonge mensen met muziek, dan hebben we hier Jalla met James. Dochter en vader notabene, geweldig. En jullie spelen samen iets heel moois. En met zang ook erbij. Jonge iemand. Ja, dit is eigenlijk wat je eigenlijk wil, hè, altijd. Hè? Gewoon met elkaar in het gezin. Warmte. Wat ga je spelen? We gaan Lacrimas Negras spelen. Zwarte tranen. Ja. Oké. Veel succes. Dejado el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de merecerte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo. De bendiciones sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el olor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que llanto a mí. Tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ba-da-ba-da-ba-da-da-da. Ba-da-ba-da-ba-da-da-da. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Bravo. Na de tranen weer terug naar de hersenontwikkeling. En die hersenontwikkeling is hier weergegeven vanaf het 5e jaar tot het 20e jaar. En de structuren die nog van grootte veranderen zijn rood aangegeven. En u ziet dat zelfs op het 20e jaar er nog een structuur is die groter wordt. En dat is niet omdat er meer cellen worden gevormd, maar omdat er meer verbindingen met andere hersengebieden worden gevormd. En als je het brein dan op zijn kop legt, dan zie je dat dat gebied een gebied is van de prefrontale cortex, dat rode gebied. En dat is een gebied wat belangrijk is voor het zetten van de morele kaders en voor het afremmen van je impulsen. En dat wil ook zeggen dat tot ongeveer het 25e jaar het brein niet rijp is om alle impulsen af te remmen. De wet denkt dat wij rijp zijn, dat wij volwassen zijn op ons 18e, maar dat is dus een stuk lager. En als je dan in een situatie komt van een lockdown, als je je vrienden niet meer mag zien, als je niet mag feesten en bovendien komt er nog eens een avondklok bovenop, dan gaan de stresshormonen zo omhoog dat ze de functie van dat beetje prefrontale cortex platleggen en dat de impulsbeheersing volledig verdwijnt. En dan krijg je situaties die we hebben gezien. Erik zal straks vertellen hoe het mogelijk is om die stressrespons wat af te zwakken met muziek. Dit is Hitchcock. En hij heeft fantastische films gemaakt waarin de angst werd voorbereid door de muziek. Die muziek die werkt op de amandelkern in, een structuur hier beneden. En dat geeft je het angstige gevoel wat de bedoeling is in die film. Heel anders is het met muziek die je graag hoort, wat je favoriete muziek is. En dat geeft de stimulatie van het belonend systeem. En het belonend systeem heeft zijn cellen in de hersenstam en zendt vezels naar andere gebieden waar het dopamine wordt afgegeven. En als het dopamine wordt afgegeven, dan krijg je een goed gevoel. Een heel andere vorm om het brein te beïnvloeden is muziek die marsmuziek is in het algemeen. Sterk ritmische muziek en die stimuleert de hersenstam. En wanneer de hersenstam gestimuleerd is, dan stimuleer je daarmee de vitale functies. De ademhaling gaat omhoog, de hartslag gaat omhoog, de bloeddruk gaat omhoog. En op die manier zijn door muzikanten die aan het leger vooraf gingen, zijn legers klaargemaakt om te vechten. Voetballers. Ja, voetballers. Maar Cor, als je... Kun je ook een doedelzak nadoen, Cor? Ja, fantastisch. Ja. Mijn idee is altijd dat die Schotten hebben verloren uiteindelijk, omdat als de Engelsen die doedelzakken hoorden, dat ze net als ik de zin kregen om erop los te slaan. En dat is het einde van Schotland geworden. Ja, voor de goede orde, dames en heren, Dick meent dat niet echt, dat u dat weet. Want we kennen de reacties. De mensen, de doedelzak is geweldig. Ik moet zeggen, ik heb ook zo'n ervaring. Achter een kasteel in Schotland kwamen ze dan oplopen bij een congres. Ik moet zeggen, ik denk er nog met grote liefde aan terug, Dick. Ik had geen neiging tot klappen. Ieder brein is anders. Ja, zeker die van jou is een stuk beter die van mij wat dat betreft. Ik kom nog even terug op de hersenstam, dat is leuk. Want u ziet hier het oor en natuurlijk zou je denken die klanken, dat is gek eigenlijk. Want die klanken zouden toch direct naar de auditieve schors gaan. Want daar zit het oor ook. En toch is dat niet zo. Het gaat eerst inderdaad naar de hersenstam. En wel leuk om even te laten zien hoe het dan daar vandaan doorgaat naar die schors. En dat ziet u hier eigenlijk. Want hier vandaan loopt er een baan en dan ziet u hier twee kleine bobbeltjes. Heel klein en dat onderste bobbeltje, dat ziet u hier ook terug. Dit is weer dezelfde hersenstam. Dat onderste bobbeltje, daar gaan die klanken langs en dan langs dit gebied wat hier ligt. De thalamus en dan door naar de auditieve schors. Prachtige route. Nou, als u denkt nog even terug aan het verhaal van Dick, kan muziek nou een invloed hebben, een positieve invloed op die angst, op dat arousal, die opwinding die we net al zagen bij de uitbarstingen. Hier ziet u nog een keer de hersenstam. Vitale functies inderdaad, hartregulatie, bloeddruk en ademhaling. Dat betekent onder andere
dat al het slechte nieuws wat we de afgelopen jaren hebben gehoord, we allemaal, jong en oud, waar komt dat slechte nieuws binnen? Ook in de hersenstam. En ik heb zelf ervaren dat als ik dan weer naar dat slechte nieuws luister, dat je dan merkt van nou weer IC's vol, derde golf, Duitsland inschakelen, werkt het vaccin wel of niet en hoe effectief is het? Dan gaat je ademen, dan gaat je bloeddruk, dan gaat je hartfrequentie. Wat je kan doen, wat ik ook doe, is dan zet ik rustige muziek op met rustig tempo. Ik weet zeker dat Cor dat kan invullen. Ik moet u wel zeggen dat het blik van Cor erbij nog ontspannender werkt. Keek je als Richard Klederman een beetje. Maar u begrijpt het idee. De studies geven aan, je synchroniseert het hart, ademhaling en bloeddruk, synchroniseert met het ritme van de muziek. Dat rustige spel wat Cor net speelde, word je rustig van. Prachtig, mooi. En dat zie je dus hier terug. En is dat belangrijk? Ja, want het nieuws wat je hoort is vaak levensbedreigend. En juist die levensbedreiging geeft ook die hoge piek aan angst. U ziet hier een kort baantje vanuit de hersenstam naar de amygdala, maar die amandelkern, zeer gevoelig voor angst. Het gaat hier over levensbedreigende situaties. En dus kun je echt merken dat je topangstig wordt in die situatie. Helpt die muziek dan inderdaad op die topangstige momenten? Is dat onderzocht? Antwoord is ja, dat is onderzocht. Kijk dus hiermee op de IC. Nou weten we allemaal, hè, op de IC nu zijn mensen vaak slapend. Maar u kunt zich ook voorstellen dat de mensen wakend zijn, gewoon wakker zijn. En is dit natuurlijk een superangstige situatie, zeer stressvol. En wat blijkt uit studies? Als je nou de mensen een playlist aanbiedt, hun eigen voorkeurslijst van muziek, dan zie je dat dat helpt in de zin van minder hoge bloeddruk, rustig ritme van het hart, echt een effect op je gezondheid. Nou, hoe mooi is dat gewoon? Hoe mooi is dat? Nou, en we hebben nog iets heel moois, namelijk in de vorm van Alexander Warenberg. Alexander, welkom. Fantastisch dat je hier bent. Dankjewel. Wat ga je voor ons spelen? Ik ga de Allemande spelen uit Bach's eerste cello suite. En is dat nou inderdaad iets waarvan je denkt, joh, daar worden we echt rustig van? Ja, zeker. Sterker nog, ik heb vorige week mijn grootvader gefacetimed. En het eerste wat hij zei toen ik hem deze Allemande voorspeelde, zei hij, wat een prachtige, rustige muziek. Dus ik dacht, nou, ga ik dat spelen. Fantastisch. Veel succes. Thank you.
Dankjewel. Ik denk dat dat velen kan helpen tegen somberheid. En je ziet hier een paar mensen die buitengewoon somber zijn in deze situatie. Het is zo dat sommige mensen de situatie veel beter kunnen hanteren dan anderen. En dat komt omdat er een variatie is in de activiteit van onze stresssystemen. Sommige mensen die krijgen door hun genetische achtergrond en door hun vroege ontwikkeling sterk werkende stresssystemen, dat ze bij een moeilijke situatie die bij de meeste mensen boosheid of irritatie geeft, in een depressie kunnen schieten. En dat zie je in deze periode ook gebeuren. En de vraag is of muziek daarbij kan helpen. Tchaikovsky is het voorbeeld van een ander soort depressie. Dat is een depressie die afhankelijk is van het seizoen. Tchaikovsky kreeg zijn depressieve periodes vooral in de winter. Een seizoensdepressie. Weer een ander soort depressie was het probleem bij Robert Schumann. Hij had manische depressiviteit. Hij was bipolair. En dat wil zeggen dat er afwisselend stemmingstoornissen waren die naar depressie gingen, grote somberheid, suïcidepogingen. En vervolgens kwam hij uit die depressie en ging hij naar een hypomanie en soms naar een manie. En hier zie je tweede helft van zijn leven uitgezet van 1829 tot 1856 en daarbovenop de werken die hij in die verschillende jaren gemaakt heeft. En dan zie je dat hij hier een suïcidepoging deed en heel weinig produceerde. Dan gaat hij naar een manische periode toe, een hypomane fase, waarin hij vreselijk veel produceert, dag en nacht werkt en heel mooie muziek maakt. Daarna gaat hij weer naar een depressie toe. Hij produceert in 1944 niets. En vervolgens krabbelt hij daar weer uit en komt in een periode van hypomanie, produceert weer enorm veel werken, gaat naar een depressieve periode toe, springt in 1954 in de rivier de Rijn, wordt nog gered door een paar voorbijgangers en verblijft nog 2 jaar in een instituut totdat hij overlijdt. Maar dit zie je, je ziet dus die enorme stemmingswisselingen van Schumann die ook terug te vinden zijn in zijn muziek. En dat zullen we straks horen. U begrijpt, het is niet zo dat muziek nou ook meteen voor dit soort ernstige beelden meteen enorme oplossingen betekent, maar je kunt wel iets zeggen over het geweldige effect van muziek op je stemming in het algemeen. En dat is ook wat nu speelt, hè? Dat u wat depressieve symptomen heeft, somberheid, misschien wat meer angst heeft, zonder nou meteen te spreken over manische depressiviteit. En dan is het leuk om dat met u te delen. En een van de dingen die heel erg beschreven is wat betreft de muziek is verwachting, expectation. En wat bedoelen ze daar dus mee? Het volgende, vrij logisch. U luistert naar een prachtig stuk muziek en u weet, er komt een moment dat u denkt, ja, dat is waar ik op gewacht heb. Dat is wat ik zo mooi vind aan dit nummer, aan die melodie. En dan komt dat moment. En dat moment is het grote beloningsmoment. In feite wat u hier ziet is het beloningssysteem. Hier ziet u weer de hersenstam en hier bovenin liggen heel veel gebieden. Eén daarvan is de bron van dopamine. Dus op het moment van die verwachting maakt u heel veel dopamine aan, want u denkt, ja, het gaat komen, het gaat komen, het gaat komen. En die dopamine die straalt helemaal uit naar frontaal. Hier ziet u neus. Prachtig mooi, we kunnen hem even laten draaien. Frontaal wordt dan zeer geactiveerd en op het moment dat dan die verwachting wordt ingevuld, ja, dan maakt u opiaten aan, een soort morfineachtige stoffen. En u denkt, ja, dit is prachtig. We kunnen even aan Cor helpen. Geef even ons dat dopamine- en opiatenmoment. Vaak als de bas daalt, dat is een soort verwachting. Moet je horen, ik zal het laten horen. Ja. Dan gaat hij weer. Gaat door. Pachelbel deed het al, hè? Ja. Ja.
verwachtingsvol. Ja, ik weet nu waarom ik zo van je hou. Dankjewel. Nou, u heeft dat gevoeld ook, hè? U heeft gevoeld wat het betekent dat je werkt. Oh ja, daar komt het weer. En het mooie is dat als de frontale lob geactiveerd wordt, dat is een lastige stap, dan gaat er een signaal terug. Door die activatie zendt hij een signaal naar beneden, als het ware. En dat ziet u hier. En dat signaal loopt naar die amandelkern, waar we het al eerder Dick en ik het over hadden. En die amandelkern is gevoelig voor angst. En wat doet dat signaal? Dat remt op die amandelkern. Dus als u zich afvraagt, hoe kan het dan dat ik me wat beter voel als ik naar muziek luister, een beetje minder angstig, een beetje minder somber, dan ziet u hier al meteen een fantastisch fenomeen. U kunt zich afvragen, is dat elke keer hetzelfde dan met die frontale lob? Zijn er geen andere gebieden betrokken bij als je naar mooie muziek luistert, naar koor, naar luistert, naar alle andere muzici hier overigens luisteren? Jawel, hier ziet u bijvoorbeeld een voorbeeld van de kleine hersenen. De kleine hersenen reageren heel erg goed op het ritme van de muziek, de timing. Maar ook als het de muziek is met chills, hè, zoals we het net even hadden. En al hiervoor met de cellist en hiervoor met vader en dochter. De chills, elke keer weer. En dan doen die kleine hersenen ook mee. En wat is het aardige, is dat er al indicaties zijn waaruit blijkt dat die kleine hersenen als actief worden ook een beetje meehelpen met de remming op die amandelkern. Moet u nagaan. Uit verschillende kanten kunnen we de systemen beïnvloeden en wordt het echt een stuk beter qua stemming. Ja, we hebben Nino. Welkom. Fantastisch dat je er bent. Wat ga je voor ons spelen? Dankjewel. Ik speel voor jullie een kleine deel van Kreisleriana van Schumann. Ik heb tijdens de eerste lockdown de Schumann, CD van Schumann opgenomen. En ja, in deze deel staat bijna alles. Frustratie, emoties, passie, maar ook rust in het eind van de deel. Mooi. Een soort wat, fantastisch. Ja. Nou, veel succes. Dankjewel. Ongelooflijk. Fantastisch om die stemmingswisselingen te horen, ja, van Schumann. Ja. Er is altijd hoop. Zelfs voor mensen die, zoals deze violist, door een ziekte worden aangedaan. In dit geval de ziekte van Parkinson. Waardoor hij een tremor krijgt en natuurlijk zijn viool niet meer kan spelen. En wat er dan kan gebeuren is wanneer de geneesmiddelen het niet meer werkzaam zijn, is dat er een elektrode geïmplanteerd wordt in de diepte van de hersenen. En die elektrode wordt gestimuleerd vanuit een pacemaker. En wanneer die elektrode op de juiste plek zit, dan onderdrukt dat de tremor en kan de patiënt weer gaan spelen.
En je ziet hier wat er gebeurt tijdens de operatie. Hij is bij kennis. Hij zit in een stereotact, waardoor alle plaatsen in de hersenen bekend zijn. En de chirurg die maakt een gaatje om die elektrode naar binnen te brengen. En als die elektrode dan ongeveer op zijn plaats zit, dan moet je zien uit te vinden wat de meest efficiënte manier is om die elektrode vast te zetten. En dan moet de man dus tijdens die operatie spelen. En je ziet hier een draad die registreert de tremor van de strijkstok. En je ziet hier de elektrode die naar beneden gedraaid wordt. En onderdelen van millimeter maken uit of dat een efficiënte plek is om die tremor te onderdrukken. Dus sommige mensen hebben er veel voor over om te blijven spelen. Onze uiteindelijke lockdown kan de ziekte van Parkinson zijn of een andere vorm van dementie. En je ziet hier een ballerina, ver over de 80, in een tehuis, volkomen dement, is niet in staat om mee te spreken. En zij heeft veel gedanst. Wanneer haar zoon dan het Zwanenmeer speelt, dan ontwaakt ze uit die lockdown. En dat is wat ik wilde laten zien. Dit geeft mij de rillingen. Ja, mij ook. Erik, hoe zou dat kunnen? Volkomen dement, maar muziek blijft. Ja, ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Ik denk dat we allemaal de rillingen voelden. Ja. Zeker. Nou, in deze studie heeft men gekeken, een studie uit 2015, heeft men gekeken van waar zou nou de opslag kunnen zijn van de muziek van vroeger bij mensen met de ziekte van Alzheimer. En dan ziet u hier. Ziet u een gebied, dit is frontaal, hier ziet u neus, dit gebied is eigenlijk een beetje aan de binnenkant geprojecteerd. Maar u ziet hier dat rode gebied hier. Dus eigenlijk een deel, een motorisch gebied ook, niet helemaal. En als u dit rode gebiedje even in uw gedachten mee wil nemen naar de plaatjes hieronder, hier ziet u de pathologie. Dit is de atrofie, dat betekent een verschrompeling van de hersenen. Het woord is zo, ik zeg het met alle respect uiteraard. En u ziet hier al die gebieden met die kleurtjes. Zijn de gebieden waar die verschrompeling plaatsvindt. Behalve in dat gebied. Hè. U kunt het dus overheen zetten. Kijk, dat gebied is relatief gespaard gebleven. Als u kijkt naar het metabolisme, dus de stofwisseling die als gevolg van die ziekte onderuit gaat, minder wordt. Dan ziet u dat op allerlei plekken in het brein, behalve in dat gebied weer, wat hier, dat rode gebied, wat ook weer hier geprojecteerd is. En tenslotte de amyloïde burden, oftewel die eiwitplaks, die zijn neurotoxisch, die schadelijk voor de centraal zenuwstelsel zijn. Dat ziet u ook op heel veel plekken, ziet u dat in de hersenen terug, behalve in dat gebied. En nou, de veronderstelling is, men moet daar nog wel verder onderzoek naar doen overigens, maar de veronderstelling is dat hier de opslag zou zijn voor de muziek van vroeger. En ik moet zeggen, Dick, als je... Mensen vragen wel eens aan ons, hè, van, geef nou eens een voorbeeld waarom muziek leven is. Hè. Leven, daar hebben we het over in het college. Hè. En dan zeg ik, nou, kijk dus naar deze studie, want dit gebied heeft het hele leven doorstaan. De hele ziekte van Alzheimer doorstaan. En het is er nog moeten nagaan. Ik bedoel, meer overtuiging kunnen Nick en ik u niet geven. Gewoon, dit is prachtig als bewijs wat muziek betekent. En we vonden ook samen een hele leuke studie over wat is nu de muziekkeuze geweest in verschillende landen tijdens de lockdown.
is daar, dat hebben ze via Spotify bekeken, wat natuurlijk slim bedacht is. En dan ziet u België, Frankrijk, Italië en Spanje, zo'n greepje uit al die landen. En dan ziet u hier die rode lijn, is tijdens de lockdown. En die blauwe lijn is ook Spotify, maar toen nog geen lockdown was. En wat u ziet is dat de keuze van de muziek in al die landen gaat helemaal naar de nostalgie toe. Naar de nostalgie. Was dat maar zoals vroeger. Super begrijpelijk ook, maar de keuze is voor die muziek ook daar naartoe gegaan. Kijk maar, de eerste nul, dit zijn de dagen na de lockdown, van 0 tot 120 dagen. En u ziet België heel erg gekozen voor de nostalgische muziek. U ziet het hier wat betreft Italië. U ziet het ook wel afbuigen aan het eind. En de verklaring is een beetje in de studie ook. Men is er wel klaar mee. En dan verdwijnt ook een beetje dat gevoel van die nostalgie. En dan kunt u zich afvragen, welke gebieden in de hersenen spelen dan een rol bij die nostalgie? Dat is natuurlijk een hele leuke vraag, als u die al had gesteld. Hè, Dick, leuke vraag. Vind je ook niet een leuke vraag? Je moet even enthousiast raar roepen. Ja. Nou, heel leuk, die spontaniteit van Dick. Hè, die moest je altijd een beetje om vragen, maar goed, u kent hem. Dit zijn alle gebieden die overigens betrokken zijn bij muziek. En dan moet u even snel meekijken, want hij blijft draaien. Dit gebiedje is de hippocampus. Die blauwe die u hier ziet, hier. Die kan ik er een beetje uithalen. En hier ziet u de insula, hier bovenin. En dat zijn twee gebieden die een hele grote rol spelen bij die nostalgie. Kijk, ik heb hier de hippocampus er even uitgehaald. Dan ziet u hem helemaal in isolement. Ik kan ook het brein er nog even bij pakken. Ik mag niet echt bewegen, dus ik doe het even zo. En, dus de hippocampus is één van de gebieden aan de binnenkant van uw slaapkwab. En de andere was die insula aan de zijkant. Heel voorzichtig een beetje zo. En dan ziet u in de diepte, ik moet even zelf kijken. Of, ja, dan ziet u in de diepte ziet u nog een keer eigenlijk hersenschors. En dat is de insula. En die insula, die ontvangt alles wat u vanuit uw lichaam voelt. En zet dat om in de emotie. Dus wat we net hebben gevoeld bij het filmpje, wat Dick liet zien van die mevrouw, die balletdanseres, en we hadden allemaal de chills, en u thuis ook, als u zich afvraagt welk gebied doet daaraan mee, hè, zou ik het beste zeggen, insula. Kijk eens, diep. Als ik hem sluit, ziet u niet meer. Als ik hem open, ziet u hem nog wel. Mooi, hè? Ja, Dick, mooi, hè? Ja. Dat moet ik jou niet uitleggen. Als u nou mij en naar Dick zou vragen, is er een gebied wat genoemd wordt, een functie nog bij de hippocampus, behalve geheugen, nostalgie, is ook hoop, wordt genoemd, hoop. Nou, hoop hebben we het helemaal over, hè, Cor? Absoluut. Dit hele college gaat over hoop. Zeker in deze tijd. Kijk, Louis van Dijk was... Jij kent Louis van Dijk, ja, ik heb goed, toch? Ik heb, was een goede vriend. Ik heb 25 jaar met hem samen mogen werken in de theaters. De Nestor van de Nederlandse pianisten, kan je wel zeggen, van de lichte muziek. Ja. En Louis is helaas vorig jaar overleden, had ook Alzheimer. Maar zo'n 2 jaar voor zijn overlijden heeft hij nog heel veel gespeeld en heeft hij ook nog gecomponeerd. Ja. Het laatste stuk wat hij heeft gecomponeerd, dat heet Hoop. Ja, wil jij het voor ons spelen? Ja, graag. Ja, fantastisch.
Dankjewel, Cor. Dank je. Oké, we gaan naar het zingen toe. Het zingen is heel belangrijk. Het kan belangrijk zijn voor jou als persoon. Het kan belangrijk zijn omdat het een groep bij elkaar brengt. En dit is de persoon waarvoor het van levensbelang is. Hij is beroepszanger en heeft een hersentumor. En dan moet die hersentumor verwijderd worden. Maar het mooie zou zijn als hij zijn beroep zou kunnen uitblijven oefenen. En daarvoor is nodig dat je dan tijdens de operatie kijkt hoe ver je die tumor kan verwijderen zonder schade aan te richten aan die systemen die nodig zijn om te kunnen zingen. En het probleem is dat je dat weefsel wat tumorweefsel is en het normale hersenweefsel zo moeilijk kan onderscheiden. En daarom zet de chirurg iedere keer als hij een millimeter wil weghalen een klein elektrisch stroompje op die millimeter en laat ondertussen de patiënt tijdens de operatie zingen. En wanneer die blijft zingen, goed blijft zingen, dan weet je dat dat stukje hersenweefsel weer weggehaald kan worden. En wanneer het zingen ophoudt, dan weet je dat je dat stukje moet laten zitten. En dat is wat je hier ziet. Hij zingt tijdens de operatie. Stoor dir gute Nacht, damit du erwacht. Hij weet dat hij op die plek niet verder door kan opereren. Met elkaar zingen brengt de groep bij elkaar. En in feite is dat ook evolutionair gezien het sterke punt van muziek. Het brengt de groep bij elkaar en als groep zijn wij sterker. En je hebt gezien tijdens die moeilijke periode, bijvoorbeeld in Italië, hoe mensen van balkons begonnen met elkaar te zingen. Belangrijk daarvoor is een stof en die heet oxytocine. En oxytocine wordt gemaakt in de hersenen, in de hypothalamus hier. En die wordt, dat weten we al lang, afgegeven aan het bloed in de hypofyse. En daar dient hij om bijvoorbeeld de weeën aan te zetten bij de geboorte of om melkafgifte te induceren bij het zogen van het kind. Maar diezelfde stof die wordt ook in de hersenen afgegeven. En dan is het een sociaal peptide. Dan induceert het binding tussen mensen, sociaal gedrag. En de basis daarvoor is de relatie tussen moeder en kind. Wanneer een moeder het borst geeft, dan komt oxytocine vrij om de melk vrij te laten komen. Maar komt ook in de hersenen van de moeder vrij en geeft een binding aan het kind. En de manier waarop die moeder dat kind vasthoudt over de hele wereld hetzelfde, geeft ook een oxytocineafgifte bij het kind zelf. En op die manier komt die binding tot stand. Een enorme stoot oxytocine krijgen we wanneer we verliefd worden. Dat oxytocine zorgt ook voor de binding van de partners. Tegelijkertijd is het een enorme stressvolle situatie, waardoor ook dat cortisol, het stresshormoon, omhoog gaat en een groot deel van de cortex platlegt. Dat duurt ongeveer een jaar en dan gaat cortisol naar beneden en dan kun je afvragen of de goede keus was. Maar meestal is het dan te laat. Maar ook in tehuizen voor ouderen wordt er gebruik gemaakt van het zingen met elkaar om die binding te krijgen en om de moeilijke periodes door te komen. En je vraagt je dus af, het zingen, wat gebruiken we er allemaal bij, Erik? Nou, dat vraag jij echt niet af. Dat gelooft natuurlijk helemaal niemand. Want dat weet jij wel. Nou, hier ziet u gewoon het boeket wat bij elkaar komt als u zingt. Moet u nagaan. Dat u niet denkt, is het een gebiedje hier of daar? Ik zal hem even laten draaien. Dan kunt u even genieten van deze mooie animatie. Omdat hij gewoon laat zien hoe rijk zingend gewoon is. En dat zijn dan nog de gebieden, nog niet eens alle verbindingen. Want u weet, het gaat over netwerken. Dus hier doe ik in feite de hersenen nog een beetje te kort. Nou, ik zal u de verbinding ook laten zien. Hier zit uw neus, dit is frontaal. En u ziet hier een aantal banen. Niet allemaal overigens, maar een aantal. En ik wou er één uitpikken, dat is die gele baan, die ziet u hier. Deze baan is beschreven voor uw taal. En dat is natuurlijk leuk om te zien welke systemen nou in de hersenen een overlap vertonen tussen en taal en zingen. En die overlap is er. Dus ik haal eigenlijk deze gele baan, die betrokken is bij taal, haal ik er even tussenuit. Althans, ik haal de rest weg. En dan houdt u dit over, hè. Dat is even om het te plaatsen. En u heeft zo'n baan zowel aan uw linker hersenhelft als in de rechter hersenhelft. En dat ziet u hier. Hier ziet u één links en één rechts.
Nou, die linker is bij de meeste van ons dus betrokken bij taal. Dus bij alle taalvaardigheden. Overigens is het niet zo dat uw rechterhersenhelft niet meedoet met taal. Doet wel een beetje mee, zeker wel als het bijvoorbeeld gaat over taalbegrip. Maar even voor nu, taal is wel links, zeg maar, voor de meeste van ons. Aan de rechterkant, diezelfde baan, is betrokken bij muziek, bij zingen. Nou, hoe mooi is dat? Wat kennen we uit de studies bijvoorbeeld van mensen met een afasie? Mensen die dus door op basis van een herseninfarct of hersenbloeding moeilijk kunnen spreken, moeilijke woorden kunnen vinden, maar zingen, ja, wel degelijk. En zingen, zoals het laatste, ja, als je aan zingen denkt, dan denk ik toch aan Marlies, begeleid door haar man Tom. En fantastisch jullie er zijn. En jullie gaan iets als Gabriella's Song. Gabriella's Song komt uit de film As It Is In Heaven. Gaat over een kerkkoor in een heel klein Zweeds dorpje waar een wereldberoemd dirigent naartoe terugkeert, waar hij was opgegroeid. En dat koor, dat wordt een fantastisch koor omdat hij met ze gaat werken en iedereen komt tot zijn recht. En het geeft Gabriella de kracht om een lied te gaan zingen, Gabriella's Song, waarin ze het leven weer in eigen hand neemt. Prachtig. Heel veel succes. Det är nu som livet tar mitt. Jag har fått en stund där på jorden och min längtan har fått mig hit. Det jag saknat och det jag fått. Det är ändå vägar jag valt. Min förtröstan långt bortom morden som har visat en liten bit av den himmel jag aldrig nått. Jag vill känna att jag lever all den tid jag har. Ska jag leva som jag vill? Jag vill känna.
Fantastisch. Ongelooflijk mooi. Ja. Over chills gesproken. Dank u wel. Dames en heren, ja, we zijn aan het eind gekomen. Dick en ik hadden wel nog uren door kunnen gaan. Dick, ja of nee? Geen probleem. Het is fantastisch om weer in deze zaal te zijn met muziek. Natuurlijk gaat onze dankbaarheid enorm uit naar de muzici. Fantastisch waren ze, hè? Winnie? Ja, het is jammer dat het onderbroken werd door praatjes. Ja. Dank voor jullie fantastische spel. Het gaat u goed. Gebruik muziek in uw dagelijks leven. En als u wil, zo nu en dan nog een beetje bewegen. Zou echt helemaal het compleet maken.